Nog steeds, na 10 jaar, krijg ik vaak de vraag: welke pan gebruik jij, Jeroen, voor welke bereiding? Ik ga eens beginnen met het begin. Roestvrij staal, zonder anti-kleeflaag, hè, dat is nog altijd keigoed voor een gewone stek te bakken. Dus boter warm te maken en vlees dicht te schroeien. En dan kun je je pan ook deglaceren. Dus dan heb je ook een goede basis voor een saus. Anti-kleeflaag, daar bestaan verschillende soorten in. Dit is een natuurlijke coating. Eigenlijk is het op basis van zand, dat is keramisch. Fantastisch voor een klein beetje vetstof, een kokkie, een stuk vis. Dus als het zo wat gevoeliger is, dan gebruik ik een pan met een keramische anti-kleeflaag. Heel belangrijk, verschillende sauteusjes. Dat is eigenlijk een rus, zeggen ze daartegen. Rechte randen, rechte bodem. Is gewoon vinaigretje te maken, saus te maken of iets in te zeven. Gewoon perfect klein kasserolletje. Een sauteuse daarentegen is konisch. Heeft een ronde bodem en is hier ook afgerond. En is eigenlijk het ideale recipiënt, zeggen ze dan. Om sausen te kloppen, emulsies te slaan, sabayon te maken. Hier blijft eigenlijk niks in kleven, hier blijft niks in hangen. Dus sauteuse, konisch voor opgeklopte sausen, emulsies. En dan heb ik ook nog dit. Dat is eentje uit het dagelijks kost assortiment. En dat is eigenlijk een sahan. Dat is een pannetje. Dat komt uit het Midden-Oosten. Ik vind dat fantastisch, pannetje. Daar wordt eigenlijk ook gekookt en ook uitgegeten. Ik vind dat een fantastisch idee. Dit gebruik ik thuis heel vaak voor mijn spiegeleitje, bijvoorbeeld. Ik heb ook nog een pannenkoekenpan, die zeer populair is. Waarvoor dank allemaal, maar dat is ook een hele goeie. Het heeft een ietsjes minder rechte rand. En dat ze kunnen beter mee flippen. En dan, zeer belangrijk, een van mijn favorieten. Dat is de grote. Sautoir noemen ze dat. En ik heb die ook in deze versie. En dat is een sautoir. Wat gebeurt dat? Dat gebruik ik gewoon enorm graag. Omdat dat een hoge rand is. Dus dit is bijvoorbeeld de perfecte pan om venkel in te braseren, witloof in te braseren. Dit is gewoon de kleine versie daarvan, zonder steel, maar met twee handvaten. En daar is ook bijpassend deksel bij. Dus heel gemakkelijk om grovere dingen, dikkere dingen, die hard zijn, te garen in boter en water, deksel erop. En ja, dat is een pan dat ik heel graag gebruik. Voilà. Dat zijn ze zo'n beetje. Ik hoop dat je iets aan gehad hebt. En tot morgen zeker. Het Haagse Kost kijken. Ciao.